Je bent hier een van de instructeurs bij bouwmensen die ervoor zorgen dat mensen op een soort virtual reality manier bezig zijn. Kun je uitleggen wat dat inhoudt? Nou, virtual reality, dat houdt in dat het werkstuk wat je maakt is eigenlijk in de vorm van virtuele onderdeeltjes. Aan de buitenkant ziet niemand wat je doet, alleen zo gauw je mee kunt kijken via een casting op de tv, dan zie je pas wat een leerling aan het doen is. Ja, daar dragen ze dan ook een speciale bril en zo bij, hè? Dan dragen ze een VR-bril zoals je hier ziet naast mij op tafel. En ja, die manier van onderwijs, wat brengt die voor extra's mee voor jullie leerlingen? Nou, heel veel leerlingen die krijgen steeds minder vakkennis mee op de VMBO-school. Dat houdt ook in minder tekenen, minder onderdeeltjes die ze maken. Dus steeds meer algemener. En wij merken gewoon de laatste jaren dat het inzicht in het tekening lezen problematisch is. En door middel van de VR kan ik nu al wel zeggen dat het een unicum is om de leerling toch veel makkelijker en sneller een tekening te kunnen laten lezen. Dus jullie hebben al hele positieve resultaten gezien? We hebben eigenlijk alleen nog maar positieve resultaten gehad van de leerlingen. En we hebben hier nu een klein beetje proef gedraaid. En de werkstukken die ze in VR hebben gemaakt en daarna in het echt gaat stukken beter en sneller. Dat is een mooie vooruitgang. En jullie hebben nu ook wat meer mogelijkheden, heb ik begrepen? Ja, we zijn begonnen met een stelopdracht als proef. En nu hebben we naast de stelopdracht hebben we een betonbekisting. We hebben een dakconstructie, wij hebben uitzetten en we hebben een plafondsconstructie erbij aangevoegd. Dus dan is bijna het hele huis klaar? Voor een groot gedeelte ja, maar er zijn nog genoeg onderdelen over om verder te ontwikkelen. Juist, dus dit heeft echt de toekomst? Dit is in elk geval voor onze doelgroep is dit een uitstekende middel om in het onderwijs te gebruiken. Ja, want binnenkort hebben jullie ook weer een open dag. Kan je iets over vertellen hoe die eruit gaat zien? Nou, een open dag, ja, we zitten natuurlijk wel met de corona. En ze worden allemaal persoonlijk uitgenodigd. En de jongens die dat willen, kunnen al een klein voorproefje doen met de VR-bril. Zodat ze misschien toch de keuze kunnen maken waar ze hun vervolgonderwijs willen volgen. Dus 8 april, als mensen een afspraak maken, dan kunnen ze terecht? 8 april kunnen ze zeker terecht en ook voor het gebruik van een VR-bril kunnen ze hun kennismaking meedoen.